Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Green Goddess Roadtrip. En welkom terug weer tegen mezelf, tegen jou. Ik zag net dat het ruim 2,5 maand geleden is dat ik voor het laatst een podcast gepost heb. De 100ste aflevering. Dus dit is de 101ste, de 101ste aflevering. En ik heb deze podcast eventjes een tijdje on hold gehad. Niet eens heel bewust. Gewoonweg omdat ik weinig tijd had, letterlijk, of heb. Ik heb besloten weer wat meer tijd hiervoor vrij te maken. En voor deze podcast wil ik je graag wat meer meenemen in mijn afgelopen half jaar. Want die is best intens geweest en nog steeds intens. En ik weet dat ik niet de enige ben. Ik spreek natuurlijk dagelijks mensen, mijn cliënten, de vrouwen in mijn community. Dus ik en ook gewoon in mijn privéleven natuurlijk mensen. Ik ben niet de enige. We zitten in een gigantische shift die al een aantal jaar geleden is ingezet natuurlijk. Het is niet van op de een of andere dag. Maar 2021 is wel het jaar waarin het wel allemaal gedaan moet worden. Of allemaal waren we in de afgelopen jaren dat we nog met wat dingen weg konden komen. Of ik, of we in het algemeen. Dit jaar wordt alles heel zichtbaar gemaakt. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat we allemaal weer worden uitgenodigd om ons zielenpad te leven. Waar kom je hiervoor op aarde? En dat te gaan leven. En ik zelf kom erachter, maar dat zie ik ook om me heen. Dat we allemaal een aangepast leven in meer of in mindere mate hebben. Een aangepast leven. En die aangepastheid die gaat schuren. Die gaat irriteren. Die klopt niet meer. Er komt een verlangen van, maar wat wil ik dan? Een gevoel van dat dit wat je, het leven wat je nu leeft, dat niet helemaal is zoals je wil. Maar wat dan? Nou, dat soort dingen kunnen allemaal naar buiten gedrukt worden. Ziektes. Mensen kunnen meer ziek worden. Een klacht, een ziekte is eigenlijk niets anders dan een roep van je ziel dat het leven wat je leeft niet past bij je zielenpad. En dat het een uitnodiging is om naar binnen te keren en om te gaan ontdekken wat dan wel je zielenpad is. En dat is mijn reis van de afgelopen jaren natuurlijk. Maar in het afgelopen half jaar is dat echt wel tot uitdrukking gekomen. En ik zit naar de datum te kijken. Het is 15 juni. Het is echt heel grappig. Want 15 december, dat is dus 6 maanden volgens mij. Ja, is 6 maanden. Ik moet even vertellen. 15 december 2020 heb ik een medicijnreis gedaan. Dat doe ik met regelmaat. En zoals je wellicht weet, doe ik een persoonlijke ontwikkelingsreis. Mijn priesteressenopleiding noem ik het ook wel. Het is een reis met die ik al bij elkaar al. Ik ben 9 jaar geleden begonnen. Dus ik doe 9 jaar al dit soort persoonlijke reizen. Het is een jaar lang met een groep vrouwen om echt de diepte in te gaan. En met deze groep vrouwen reis ik al een aantal jaar. En wij hebben in december 2020 een medicijnreis gedaan met de mannengroep die gelijk loopt met het, of in ieder geval eenzelfde soort reis doet, maar dan met de mannen. En dat was een hele bijzondere reis waarin voor mij eigenlijk ik echt in verbinding met mijn eigen kracht ben gekomen.
Dat is ook jarenlang mijn reis geweest, dat ik bang ben geweest voor mijn eigen kracht. En ik heb nu ook gezien wat mijn kracht doet, of heeft gedaan. Waarom ik daar bang voor ben geworden. En dat stukje mag ik helen. En dat stukje weer de liefde voor mezelf, eigenlijk de lessen die ik zelf geef, mag ik weer gaan toepassen op een andere laag, op een nieuwere laag, op een diepere laag, op een, nou ja, een andere laag dan wat ik al deed. Om weer een stukje meer heel te worden, om weer een stukje meer in contact te komen met mezelf. Het mannelijke en het vrouwelijke aspect in mezelf helen, want ik heb deze reis samen gedaan met een man, maar dat... het betekent ook de reis met mijn innerlijke man aangaan. En dit heeft ontzettend veel in beweging gezet. En daarvoor heb ik heel veel tijd voor mijn persoonlijke stukken genomen. Gewoon weg omdat het ook niet anders kon. Dus heb ik dingen zoals deze podcast, social media, ben ik ook lang afwezig geweest. Heb ik even aan de kant geschoven, omdat ik het vrij ingewikkeld vond om zowel een innerlijke reis te doen als naar buiten te keren. Dus dat stuk wat ik naar buiten keer, dat heb ik even losgelaten. En ook daarin ben ik nu weer een nieuwe modus aan het vinden. Want naar buiten keren, zoals ik doe met een podcast, met mijn online programma's, met social media, is niet mijn sterkste kant. Is niet per se iets wat ik... ik vind het heerlijk om deze podcast op te nemen. Maar het is niet per se iets wat ik heel leuk vind. De podcast aan zich wel, maar het naar buiten keren is... ik vind het heel leuk om dingen over te dragen en mensen te inspireren. Iedereen weer een stukje meer bewustzijn bij te brengen. En natuurgeneeskunde meer common sense te maken. En daarin ook dingen te delen. Dat vind ik geweldig. Maar dat ik daarin ook naar buiten moet gaan keren. En dat hoort erbij. Dat stukje vind ik... het zou niet mijn eigen keuze zijn, maar dat hoort erbij. Dus dat mag ik gewoon gaan omarmen. En daarin elke keer ook weer nieuwe laagjes in mezelf ontdekken. Nieuwe laagjes afpellen. Werkt dit? Nou, dat werkt toch niet? Of ik voel me er niet fijn bij. Hoe wil ik het anders doen? Die reis heb ik het afgelopen half jaar gedaan. En nu merk ik dus, daarom vond ik het zo grappig dat het echt op de dag af een half jaar is... dat ik weer meer de ruimte voel om naar buiten te gaan. Om weer een podcast op te nemen. Om weer meer op Insta Stories te zijn. Ik schreef altijd wel posts. Maar de stories, daar was ik toch wat minder op aanwezig. Om weer meer dingen te doen. En wat ik eigenlijk met deze podcast wilde doen is zeggen dat als je de afgelopen tijd wat onrustig voelt, niet weet wat je wil met je leven, of wel voelt dat je het anders wilt, maar niet zo goed weet wat, welke weg je in wil slaan. Als je lichamelijke klachten hebt, in wat vorm dan ook. Dat je daarmee aan de slag wil. Of dat je voelt het pad wat je in bent gegaan, dat het niet meer werkt, dat het niet meer loopt. Dat je relatie andere vorm gaat krijgen. Of dat je anders in je relatie bent gaan staan. Of met vriendschappen. Dat is heel normaal. Dat hoort bij deze tijd. Alles wordt op een... ik zei het laatst in een podcast voor mijn members. Alles wordt als het ware weer even op een weegschaal gelegd. Om afgewogen te worden door je ziel. Of je er nog blij van wordt of niet. En het vraagt heel veel moed om patronen te veranderen in je leven. Om door te bewegen naar een andere versie van jezelf. Niet zozeer over het algemeen vaak een betere versie. Sorry, mijn katten die lagen net heerlijk te slapen. Maar die zitten nu om me heen te drentelen en op tafel te springen en alles. Dus misschien hoor je die tussendoor een beetje.
het hoort bij deze tijd. Het is niet gek, het is heel normaal. En het beste wat je kan doen is rust nemen. Is mediteren, of wandelen, of yoga, of iets doen in ieder geval wat ervoor zorgt dat je met jezelf in contact komt. Dat je kan gaan voelen met je lichaam wat je nodig hebt. Want vaak weten we het allemaal wel. Ik had vanochtend daar ook nog een prachtig gesprek over met een cliënt. Ze wist het allemaal wel. Maar vaak handelen we niet. We weten het, maar we doen het niet. Om een heel praktisch voorbeeld te geven. Ik vind het heel fijn om 's ochtends een routine te hebben van als ik opsta, om water te drinken, mijn katten eten te geven en water te geven. Even te knuffelen natuurlijk met ze. Om dan even op mijn meditatiekussen te zitten, om te mediteren, bij mezelf in te checken van hey, hoe voelt het? Hoe voelt mijn lichaam? Hoe ben ik wakker geworden? Waar mag ik vandaag mijn aandacht aan geven? Hoe wil ik me vandaag voelen? Om gewoon een soort check-in moment met mezelf te hebben. En de ene keer is mijn meditatie 5 minuten en de andere keer 1/2 uur. Ik heb daar geen vaste tijd voor. Het hangt ook helemaal van af hoe laat ik wakker word. En want ik hou er ook van om wakker te worden zonder wekker. En of ik afspraken heb of niet. Daarna even in mijn dagboek te schrijven, journal, gewoon even wat mijn gedachten te laten gaan. En vaak in die ochtend is mijn hoofd nog leeg. Dus dan heb ik echt nog een intense verbinding met mezelf om vanuit die flow te schrijven. En dan te gaan ontbijten en douchen of eerst douchen en dan ontbijten. En dan mijn dag te beginnen. En soms trek ik nog een kaart. Dat vind ik heerlijk om op die manier te beginnen. Maar nou, mijn ochtendritueel. En oh ja, een heel belangrijk aspect. Ik hou niet van haasten. Als ik 's ochtends gehaast begin, dan is mijn hele dag al verloopt gehaast en gewoon niet fijn. Ik zou niet willen zeggen dat mijn dag dan verpest is, maar dat is gewoon niet fijn. Dus mijn ochtendritueel met ontbijt en douchen en alles kost 2,5 uur. En die tijd heb ik. Die tijd kan ik mezelf geven. Ik heb geen kinderen, dus dat is. Ik zit nergens aan vast. Ik plan mijn eigen agenda. Maar de afgelopen maanden is het er langzaamaan ingeslopen dat ik mijn ochtendritueel steeds kleiner, steeds korter. Bart ging ineens weer ademen, waardoor die. Bart is mijn man, als je dat niet weet. Waardoor dat natuurlijk best wel wat ruis gaf, wat herrie gaf. En ik had ineens geen zin meer om met mijn koptelefoon op te mediteren. Dat is ook zo heel grappig, want dat deed ik heel vaak om gewoon even zo'n binaural beat op te zetten. Of een Theta Waves, of een geleide meditatie soms. Maar dat had ik dan ook ineens geen zin meer in. En heel langzaamaan kwam mijn sabotagemechanisme zeg maar erin. En heel langzaamaan, zonder dat ik het zelf eigenlijk door had. Maar ik had het wel ergens door, maar ik luisterde er niet naar. Gleed ik steeds verder van mezelf weg. Steeds verder bij mijn eigen pad waar ik me blij mee voel. Tot op het moment dat ik gewoon mijn bed uitstapte, katten eten ging geven, water drinken en douchen. En soms stond ik zelfs onder de douche dat ik dacht, oh, ik heb nog helemaal niks gedronken. En deed dat daarna natuurlijk wel. Maar dat ik niet bewust met mezelf de dag begon. En dat is essentieel. Hoe snel en chaotisch je ochtendpatroon ook is. Als je kinderen hebt of als je een baan buiten de deur hebt. Waarbij je vroeg op moet. Dan is het natuurlijk verleidelijk om zo lang mogelijk te blijven liggen. En 's ochtends snel alles te doen. Of niet te ontbijten of iets dergelijks. Maar mijn ontbijt is heilig. Mijn meditatie is heilig. Mijn douchemoment is eigenlijk ook heilig. En dat kost tijd. Wat ik al zei, 2,5 uur wil ik het echt gewoon helemaal in een flow kunnen doen. En mezelf die tijd gunnen, 's ochtends. Dat is het grootste cadeau wat ik aan mezelf kan geven. Maar ook hetgene waar ik het meest op bezuinig. Dus als ik bijvoorbeeld vroeg een afspraak heb, dan mediteer ik niet. Of heel kort, veel te kort dan eigenlijk, omdat ik al met mijn hoofd
in een stressmodus zit dat ik ergens naartoe moet. Of ik blijf wat langer liggen, waardoor ik moet stressen. Het zijn allemaal van die kleine dingen die de afgelopen maanden zijn gebeurd, die ervoor zorgen, of hebben gezorgd, dat ik steeds verder bij mezelf vandaan kwam te staan. En niet op hele heftige, desastreuze manier, maar hier gaat het over in het leven, in het dagelijkse leven. Als je je zielenpad wil volgen, als je jouw leven wil leven, het is heel simpel, als jij de regie over je leven hebt. Ik kom zoveel mensen in mijn praktijk tegen die controle willen houden over dingen, maar uiteindelijk helemaal geen controle hebben over dingen. De controle over je leven op een gezonde manier kun je houden of creëren door te luisteren naar waar je lichaam behoefte aan heeft. Door te luisteren en vooral ook tijd vrij te maken voor jezelf. Om voor jezelf te zorgen. Ik heb een ochtendritueel, ik heb een avondritueel. En tussendoor doe ik ook heel veel dingen om met mezelf afgestemd te raken. En als ik dat niet doe, wat dus de afgelopen... Nou, het is niet vanaf de medicijnreis gebeurd, absoluut niet. Want toen was ik juist heel erg verbonden. En er is ergens iets gebeurd waarbij er iets in mijn systeem is geschrokken. Waardoor er een wegbeweging is gekomen, zeg maar. En ik vertel dit omdat ik dit heel veel zie bij mijn cliënten. Op het moment dat we een doorbraak hebben of dat we echt in contact komen met onszelf, is er vaak een mechanisme wat weg wil bewegen. En het is maar de vraag, waar luister je naar? Ik heb naar dat mechanisme geluisterd dat weg wilde bewegen. En dat doen de meeste mensen. En dan is het weer zaak om het te herkennen. Een laagje dieper te gaan. Weet je, ik ben heel dankbaar dat het is gebeurd, want nou snap ik het. En zal dit stukje me wat minder snel weer overkomen? Er zullen vast wel weer andere dingen komen. Maar de uitnodiging is echt om het jezelf te gunnen om tijd voor jezelf vrij te maken. Om de uren die jij nodig hebt voor jezelf, om die ook aan jezelf te besteden. En dat is denk ik de grootste uitdaging van een ieder, omdat we dat egoïstisch vinden. Of omdat er geen tijd en ruimte voor is. En omdat we er dan niet voor onze kinderen kunnen zijn, of voor onze partner, of voor onze vrienden, of voor weet ik veel wie wat. Maar daar ligt de sleutel. Tijd met jezelf. En niet Netflixen dan, wat soms echt heerlijk kan zijn. Maar daarnaast ook echt naar binnen keren. En dat kun je al doen door te tekenen of een inspirerend boek te lezen. Of te mediteren uiteraard. Of yoga te doen of te wandelen. Of, er zijn genoeg manieren om dat te doen. En over het algemeen weten we het wel. Maar geven we de voorkeur aan allerlei andere dingen te doen. En op de laatste plaats komen we zelf. En ik hoor altijd, heel vaak van, ja, maar ik weet het wel. Maar dit of dat, of maar dit, of maar dat. En ik doe het niet. En onszelf maar weer schuldig te overvoelen. En straffen, en weet ik veel wat. En daarmee hou je het ook in stand. Door jezelf schuldig te voelen dat je het niet gedaan hebt. Zorgt er over het algemeen niet voor dat je in beweging komt. Dus ik voel me totaal niet schuldig naar mezelf dat ik me weer heb laten verleiden om bij mezelf weg te bewegen. Ik zie het als een les en ik ben er dankbaar voor dat het is gebeurd. En dat ik het inzicht heb mogen krijgen. En dat ik van het weekend of voor afgelopen weekend ineens op Instagram een paar keer een boek voorbij zag komen. En dat ik dacht, oh, dat ga ik bestellen. En dat boek viel heel erg tegen in de inhoud die erin stond. Maar wat het me wel geleerd heeft, is dat ik de tools allemaal in handen heb. Sterker nog, beter dan dat er in dat boek staat. Maar dat ik het wel moet gaan toepassen, want anders dan is het gebakken lucht. En
dat geldt voor een ieder. En misschien heb jij nog wat minder tools in je rugzak zitten, maar dan zijn er genoeg online programma's, boeken, coaches, therapeuten die je daarbij kunnen helpen. En dan vraagt het dus om daar stappen in te zetten, om dat te gaan leren. Nou, ik heb er een hele academie voor. Het is geen pitch. Maar mijn online mysterie school staat vol met al mijn tools die ik dus heb. Dus zelf doe ik mijn programma's ook af en toe. Om mijn tools weer in mijn bewustzijn te brengen. Want die zakken af en toe ook naar de achtergrond. Om weer wat dingen op te gaan pakken. En daarmee bezig te zijn. Tijd voor jezelf vrij te maken. Dit is echt nu het allerbelangrijkste. En als dat geen 2,5 uur in de ochtend is, dan is 10 minuten ook goed. Als 10 minuten voor jou al voor mij mijn 2,5 uur is, dan is dat oké. Het gaat helemaal niet om dat het slechter is of beter is. Het gaat erom dat je het doet. Als ik maar 5 minuten de tijd heb om even op mijn kussen te zitten, dan doe ik dat. Want die 5 minuten is al beter dan helemaal niet. En het gaat erom dat we het doen. En weet je, ik wilde hem afronden, maar dat zeg ik nog als laatste. Ik krijg zo vaak de vraag van hoe kom ik in beweging? Hoe doe ik dat? Heb je daar tips voor? Heb je daar dingen voor? En het is het meest simpele wat er is, alleen doen we dat vaak niet. En dat is het gewoon doen. Er is niet de beste manier om een ritueel te hebben. Of om je dag te beginnen. Of om iets te hebben. Want wat jouw beste manier is, hoeft dat niet voor mij te zijn. Of wat mijn beste manier is, hoeft dat niet voor jou te zijn. Het gaat erom dat jij jouw manier gaat creëren. En hoe het er nu voor mij uitziet, dat zag er 10 jaar geleden niet zo uit. Of 5 jaar geleden ook niet. En misschien over 5 jaar ziet het er weer anders uit. Maar voor nu is dit voor mij een hele goede en fijne manier. Omdat ik mezelf ook nog een beetje bij de hand moet nemen. Omdat ik ook snel kan afdwalen. Zeker in deze tijd waar heel veel prikkels van buitenaf zijn. En de verleidingen letterlijk op straat liggen. Moet je heel sterk zijn om bij jezelf te blijven. En niet in die verleiding te stappen. Dus dan zijn vaste rituelen, vaste ritmes zijn heel fijn om te volgen. Net zoals dat ik mijn cliënten altijd een vast ritme geef om hun kruiden in te nemen. Want dat gaat hun helpen. En op een gegeven moment als sessies, tegen een 7-8 sessie of verder zijn. Dan zie je een ware essentie van iemand naar boven komen. Soms al wat eerder, soms wat verder. Ligt er echt aan wat voor een pathologie iemand heeft. Of hoe zwaar de klachten zijn. Wat er eerst allemaal opgeruimd moet worden. En dan kan er een eigen ritme van de kruiden innemen gaan ontstaan. Maar als ik dat al vanaf het begin af aan zeg. Oh, neem maar in wanneer je denkt dat het goed is. Ja, dan heeft iemand helemaal geen houvast. Dus eerst krijgen ze van mij een houvast. Net zoals een kindje wat je moet opvoeden. Klinkt heel gek, maar een baby tot aan dat ze 1 jaar of 10 zijn, moet je ze bij de hand nemen of misschien iets. Nou ja, ook voor kinderen geldt, de ene is veel sneller volwassen, meer volwassenen dan de ander, of veel wijzer dan de ander. Dat geldt met wat voor een therapeut iemand is ook, maar voor mij met de kruiden geldt het ook. In het begin neem ik ze gewoon aan de hand en dit is een schema en daar moet je je aan houden en doe je dat niet, dan gaan we daaraan werken. Waarom iemand dat niet doet, wat de tegenbeweging is, wat de overtuigingen zijn. Weet je, er kan van alles doorkomen. En daarna kunnen we gaan ontdekken, als de ziel meer naar buiten gaat komen, wat past bij die vrouw, bij mijn cliënt. En dat is iets prachtigs. En dat kun je ook voor jezelf doen. Ik neem mezelf, omdat ik net een beetje ben afgedwaald, ook weer bij de hand. Ik heb onlangs een planner gekocht. Ik was er al mee bezig. Om echt weer gewoon mijn werk in te plannen. Want ik kwam er ook achter dat ik
echt 60 uur in de week moest werken om alles te doen wat ik wilde doen. Vandaar dat deze podcast ook even onhold heeft gestaan. Omdat ik er gewoon letterlijk geen tijd meer voor had. Want ik wil maar geen 60 uur werken. Ik wil echt maximaal 35 uur in de week werken. Nou, dat red ik nog niet. Dat red ik vaak niet. Ik zit meestal op 40 of wat meer. Maar 60, dat betekent gewoon 7 dagen in de week werken. En dat wil ik gewoon niet. Dat is niet goed voor me. Dat is niet gezond. Ik heb ook echt tijd voor mezelf nodig. Want in die 60 uur zit niet eens tijd voor het creëren. Dus ik ben gaan uitbesteden. Ik heb een VA aangenomen. Ik ben gaan kijken, oké, waar word ik echt blij van? Nou, daar kwam ik toch uit dat ik van deze podcast heel blij van word. En dat heb ik dus ook laten versloffen. Nou, waarom heb ik dat laten versloffen? Wat gebeurt er? Dus daar doe ik al mijn innerlijke processen voor. En ik pak het weer op. Ik ga weer in beweging. Net zoals Instagram. Ik vind het ook leuk. Ik vind die interactie leuk. Ik vind het leuk om dingen te delen. Dus ik pak dat weer op. En ik voel me er niet schuldig over dat ik het heb laten liggen. Ik kijk naar wat de les erachter is. Waarom heb ik het laten liggen? En even geen zin in hebben is voor mij een prima reden om in dit geval die podcast even te laten liggen. En nu ben ik aan het kijken, hey, hoe kan ik dingen gewoon in die 35 uur, wat wil ik doen? Wat past in die 35 uur, wat past niet? Wat kan ik uitbesteden? Wat kan ik anderen laten doen? Zodat ik uiteindelijk meer tijd voor mezelf overhoud. En dat gaat ook niet van vandaag op morgen. Dat is gewoon een reis die ik met mezelf aanga. Maar ik kom daar door ermee bezig te zijn. En door in de ervaring te gaan. En door erachter te komen. Doordat ik voor mijn financiële coach al mijn uren moest opschrijven. Wat ik eigenlijk allemaal deed. Of wilde doen. En dat ze zei. Ja, maar dat je komt gewoon 300 tot 400 uur op jaarbasis tekort. Dat gaat ergens, gaat er iets niet goed. En dat heeft me aan het denken gezet. Ik heb ook af en toe iemand nodig, of af en toe, ik heb heel vaak iemand nodig, die me even een spiegel voorhoudt. Ik weet het zelf wel. Maar het is heel fijn als iemand van de buitenwereld je even een spiegel kan voorhouden en zeggen, ja, maar dit wat jij wil, dat past niet. En het is heel logisch dat het niet lukt. En daar dan actie op ondernemen. En zo werkt het met... Dit is een zakelijk, maar voor mij loopt privé en zakelijk gewoon door elkaar. Het is mijn leven. Maar zo werkt het ook met privé dingen. Als je heel veel afspraken hebt binnen je sociale leven. En je hebt weinig tijd voor jezelf. Kijk dan eens hoe waardevol de afspraken zijn. Of dat je daarin kan schuiven. Of iemand wat minder zien als je meer tijd voor jezelf vrij wil maken. Hè? Daar even vanuitgaande. Of wat korter. In plaats van een hele avond dat een uurtje een koffietje drinken. Dat dat ook voldoende is. Bespreek dat met andere mensen. Zeg dat je wat meer tijd en ruimte voor jezelf nodig hebt. Je zal verbaasd zijn wat mensen zeggen. En je inspireert anderen daar ook mee. Want ik denk dat... Nou, ik kan wel bijna zeggen iedereen... De een is wat bewuster dan de ander. Maar iedereen loopt hier tegenaan. Want dit is gewoon waar deze tijd over gaat. Dit is waar het Waterman tijdperk over gaat. Waar we 21 december naartoe zijn doorbewogen. Waar het over het ascenderen naar de vijfde dimensie over gaat. Het echt weer het één zijn met jezelf. En daar heb je wel jezelf voor nodig om één mee te worden. En zolang je nog versnipperd bent in een buitenwereld. Gaat die eenheid aan jezelf trekken. En dat mag geheeld worden. Je mag weer één worden met jezelf. En daar is tijd met jezelf voor nodig. Net zoals dat als je een nieuwe relatie hebt. Dat je tijd nodig hebt om elkaar te leren kennen. Of een nieuwe vriendschap. Dan investeer je tijd om elkaar te leren kennen. En datzelfde geldt voor de relatie met jezelf. Die is er. Daar zit een hele oude, oeroude verbinding. Maar die is ook
beschadigd en uit elkaar gegaan. En dat vraagt tijd om dat te helen. En tijd met jezelf doorbrengen, dus. Een date met jezelf inplannen. En niet één date, maar wekelijks een date, dagelijks een date. Ik heb ook ooit, dat heb ik al vaker gezegd in een podcast, van spiritualiteit is geen hobby. Werken aan jezelf is ook geen hobby. Het is een manier van leven. Het is dagelijks ermee bezig zijn. En niet op een vervelende manier dat het moet, als een proefwerk Frans leren. Maar iets leuks om jezelf te ontdekken. Tot elke vezel in je lichaam jezelf ontdekken. En dan wordt het een feestje. Dan wordt het genot. Dan wordt het leven leuk. Dan wordt het, ja, wordt het gewoon geweldig. Dus ja. Nou, dat is in ook echt mijn reis geweest dit half jaar. Oh ja, ik loop echt alweer uit. Want ik heb al de intentie gezet aan begin van dit jaar, begin 2021, dat ik dit jaar alleen maar genot wilde ervaren. En ik ga een nieuwe podcast over manifesteren opnemen. Dus een beetje een cliffhanger voor de volgende podcast. Want genot wordt in mijn leven gemanifesteerd. Maar ook wordt alles zichtbaar gemaakt waar ik nog geen genot in ervaar of ervoer. En dat is ook hoe manifestatie werkt. Het is niet alleen maar een roze wolk. Maar ook alles waarbij het nog niet werkt. Ook als je meer geld wil manifesteren. Dan worden ook de dingen waar je nog in de schaarste zit zichtbaar gemaakt. Niet om je te straffen, maar alleen maar om geheeld te worden. En nou, dat is dus ook wat ik dit jaar, of dit half jaar, het is nog een nieuw half jaar. Wat ik wilde graag genot en genieten en ervaren en vreugde. En dat is er ook echt zeker. Grotendeels wel hoor. Maar de delen waarbij dat nog niet is of nog niet in zijn volledigheid, die mogen geheeld worden. En die worden ook zichtbaar gemaakt. En dat zijn vaak de stukken die in het donker zitten, die wat minder fijn zijn, die je weer terug kunnen trekken in je oude stuk. Dus dat is, ja, god hé. Er is ontzettend veel gebeurd dit afgelopen half jaar. En in mijn membership The Moon, daar deel ik elke 2 weken een podcast rondom de donkere maan of de volle maan. Daar neem ik je ook mee in deze reis. Plus natuurlijk, het gaat niet alleen over mij. Het gaat over de energie van de maan. Hoe je dat in je eigen leven kan integreren. Het gaat veel dieper dan deze podcast. Om echt ook je krijgt daarin hele praktische tools om te reconnecten met jezelf. Om weer in contact te komen met jezelf. Om weer te ervaren dat het leuk is en dat het vooral heel makkelijk is. Het is echt, het is zo makkelijk. Echt, ja, gewoon te makkelijk. Te makkelijk voor woorden. En dat ik mezelf vaak ook afvraag van, waar in godsnaam hebben we de afslag gemist? Nou, waar we die afslag hebben gemist, dat weet ik inmiddels. Dat is wel een groot vraagstuk geweest van de afgelopen half jaar. Waarin we het onszelf zo moeilijk hebben gemaakt. En je hebt een keuze of je in het zware, in het moeilijke blijft zitten. Of dat het makkelijk en vreugdevol gaat. Het is heel simpel. Het is echt. Echt, het is onwijs simpel. En de resultaten van de vrouwen in mijn community zijn echt weergaloos. En zo, ja, ik vind het zo tof om al die ervaringen te zien en alle dingen die ze doormaken. Dus dat, ja, dus voel je welkom om je daarbij aan te sluiten. En ik zal even een linkje in de show notes zetten. Mocht je nog andere vragen hebben, dan zet ik ook een linkje in de show notes. Dan kan je me een mailtje sturen. En
mijn intentie is dus om vaker een podcast op te nemen en online te zetten. En ja, als je nog suggesties hebt voor een onderwerp, een vraag hebt over iets, laat het me weten. Dan wie weet dat ik daar een aflevering over opneem. Nou, ik wens je een hele fijne dag en tot snel. Doei!